alleen. Man van de match waarschijnlijk. Denkt hij dat zelf ook, of niet? Nee. Ploeg van de match eigenlijk. Vandaag weer collectief. Heel slim gevoetbald. Veel enthousiasme. Ja. Ik denk dat vandaag gewoon de verdienste is van de ploeg. De speler, dat wordt aangespeeld door de ploeg. En dat is vandaag duidelijk het geval geweest. Dus, man van de match. We waren niet heel sterk gestart, maar wat vonden we van het vervolg van de match? Dat we niet heel sterk waren gestart, maar wat vonden we van het vervolg van de match, van daarna? Ja, als je nu 5 voor staat, we moeten gewoon de match controleren zonder risico's te nemen. Het seizoen is nog lang, we willen blessures vermijden, we willen kaarten vermijden. Dat is ons gelukt. We hebben heel slim gespeeld, we hebben Hoven uit Verpand gevoetbald, de match gecontroleerd en heel rustig naar onze 6e, 7e, 8e, 9e goal. Mooi. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn als je 90 minuten op dat niveau voetbalt, dat speelt niet verder provinciaal, denk ik. Bij 10-0 gaven de Paul van de Violette een vat. Het is maar 9-0, allez, maar het is 9-0 geworden. Ik denk dat hem toch een vat gaat geven. Ja, dan ben ik zeker van de partij, dus... Het zou plezant zijn dat hij een vet geeft. Tjolle. Oké, bedankt Steve. En waarschijnlijk topschutter in de reeks. En nog veel succes en hopelijk nog veel meer doelpunten. Dankjewel.